In plat Amsterdams is een Oostenrijker een meevallertje. Maar wat we hier aan het werk zien is een echte Oostenrijker. Hij heet Michael Wolf en hij heeft Nederlands leren spreken van Sergio Herman. En je hoeft niet eens zo heel goed te luisteren om dat te kunnen horen. Heel veel mensen denken ook dat ik uit België kom. Maar ik ben een oorsprong uit Oostenrijk. Michael Wolf is baas van het enige Amsterdamse brugrestaurant dat bijgevolg Atelier Wolf heet. En vorige maand van een nieuw interieur werd voorzien. Maar daar kwamen we niet voor. Waar we wel voor komen is een heuse noviteit, een tartaria. Wieso tartaria? Ongeveer 3 of 4 maanden geleden was ik Portugal uitgenodigd om te koken bij mijn oude chef Tito Cucina in de Villa Gioia, 2 sterren. En toen kwam ik een restaurant tegen dat heel gewijd was aan tataar. Toen heb ik me bedacht, ja, dit bestaat tot nu toe niet in Nederland. Dus het is misschien een goed idee om dat te introduceren. En iedereen die ik tot nu toe verteld heb, vond het een heel leuk idee. Daarom hebben we het hier nu bij Wolf, de tartaria, geïntroduceerd. Dus ik heb in totaal nu 6 verschillende tartars, waarvan 1 klassiek met vlees, 1 met vlees Aziatisch, 2 vis en 2 groenten. Omdat het hele concept een beetje uit Portugal is, want ik heel veel van de Portugese keuken hou, ook vooral van de Mediterraanse smaken, heb ik 2 groentetartars gemaakt. Eentje daarvan is met aubergine, die heel lang in de oven gepoft wordt met knoflook, rozemarijn en tijm. Daarna kook ik een couscous. Vermeng die met tataar, met de aubergine, munt en koriander, een beetje olijfolie, een beetje zout, een beetje azijn en dat zit. Dat andere hebben we gemaakt van gerilde groenten. Ook deze doen we heel langzaam van de green egg. Denk aan tomaat, courgette, paprika en dit soort groenten. Ook met veel rozemarijn, gewoon heel langzaam op de green egg, dat de hele barbecue smaak erin komt. Daarvoor snijden we dan tataar, wat een heel fijn kleine brunoise. Mengen die aan met bieslook, olijfolie en gedroogde salie. Daar maken we een vinaigrette bij van de schil van de groenten van de barbecue. Want daarvan maken we dan een vinaigrette met een beetje gerookte houtskoololie. En dan is het net op de grill zelf smaak proeft overal. Bij de tataars zijn er 2 verschillende richtingen. De ene mensen zijn, je moet het door de draaimolen. De andere mensen zijn snijden. Ik ben van die soort met snijden. Maar ik toch denk als je door de molen doorheen draait, dat de structuur van het vlees of van de vis kapot gaat. Daarom worden bij ons alle tataren met mes gesneden. Soms is dat best wel een grote hoeveelheid, maar ja, moeten de jongens een beetje meer gas geven. Dat is heel simpel. Heb je trek in nog meer filmpjes van FoodTube? Abonneer je dan op ons kanaal.